못 알아들을 것 같습니다. 신이스 신화가 이거는 아웃방 쯔짱 백인스에서 와이스 쯔짱 네네 사우스 타이완 홍콩 Ja, de bovenste en middenste en onderste. Deze drie tekens samen bij elkaar staan. Ja. Die betekent ijverig, zich inspannen. Ijverig en inspannen. Ja. En het onderste teken? Die betekent vooruitgaan. Als deze in samenstelling, die betekent als je ijverig bent... kun je vooruit gaan. De Chinese mensen houden van werken, gaat werken om meer geld te verdienen. Om mooi levenbaar standaard te halen, ook voor de onderwijs voor de kinderen. Ja. Zo. Dat is mijn kinderen. Toen was ze bij Keukenhof geweest. Hij is een paar jaar geleden was mijn ouders komen hier bezoek. Toen was we naar de module dame geweest. De mensen doen alles tai chi. In de stad gewoon. Ja. Overal zie je mensen tai chi doen. Ja, in de straat of in het park. Iedere ochtend. Doen de mensen tai chi. Tai Chi is een eeuwenoude bewegingskunst uit China. En nou ja, je kunt het zien als een aantal bewegingen die achter elkaar gedaan worden in een heel langzaam tempo met een langzame diepe ademhaling. Tai Chi, dat gaat heel rustig. Als je er zelf naar kijkt, dan werkt het heel kalmerend. Waarom gaat het niet snel? Die rustige bewegingen, die langzame en sierlijke bewegingen, zijn speciaal, of die doen speciaal omdat de ademhaling dan ook langzamer gaat. Daardoor word je rustiger, je bent meer ontspannen en je wekt dan ook energie op in je lichaam. Ja, je kunt het ook wel zien als een vorm van meditatie, meditatie in beweging. Je aandacht naar binnen richten en voelen wat er gebeurt. Kunnen alle leeftijden de tai chi beoefenen? Of is het specifiek voor als je wat ouder bent? Het zijn wel houdingen en bewegingen die voor iedereen te doen zijn. Maar je hebt gewoon heel veel geduld nodig en dat hebben veel mensen niet. Dus die haken af. Maar wanneer je gewoon geduldig bent en doorzettingsvermogen hebt,
dan ga je op den duur ga je toch wel de voordelen van Tai Chi ondervinden. Ja, zoals in China is het heel erg bekend, hè? Hele parken oefenen jonge mensen, oudere mensen en het schijnt heel weldadig te zijn. Ja, mensen die gaan vooral 's morgens dan naar het park, want dan heb je echt die energie die vanuit de grond omhoog komt. En het is gewoon heerlijk om dan Tai Chi te doen. Dat doe ik zelf ook meestal 's morgens. Dus ja, de sfeer is ook heel anders. In het park? Ik doe het in het Noorderpark. Heel vroeg, heerlijk rustig. En dan moet niet iedereen denken van, nou, ik ga dat ook doen, want dan wordt het weer zo druk. Ja. En nooit bekijks? Ja, af en toe wel. Dan komt er iemand langs die denkt, hé, wat gebeurt hier? Maar mensen zijn ook steeds meer bekend, hoor, met Tai Chi. Dus dan kijken ze even en denken, oh, dat is Tai Chi. Dan lopen ze weer door.